Ik heb wel een kleurenregistratie tegenwoordig. Dat is wel een heel, heel fijn iets. En we zijn gestart. Of zie ik het verkeerd? Nee, wel degelijk. Ze zijn onderweg, hoor, de deelnemers aan de koffietent Duindichtprijs. En het is Sanne van Tol met Daisy op de voet, gevolgd door Castello van Lokhuizen met Romy de Vette. En daarachter komt Billy met Chantal Olshoorn naar voren. En Bliksem en Talita van der Harst, die proberen alvast wat naar voren te komen. En die komen nu ook zien de ogen dichterbij. Bliksem, een van de snelste ponies in het circuit, die lijkt een voorsprongetje genomen te hebben. Naomi Verheij, die heeft een groter wordende voorsprong nu. Maar uit het achterveld komen ze naar voren. Helemaal aan de buitenzijde komen enkele paarden aan. Lady meldt zich in het front. En ook nog die Tigo. Maar deze is veel te goed. We gaan op weg naar de finish met de 8 Danny Boy die het gaat winnen. De 8, de 10, de 7, de 1, de 2, de 4, de 6, de 9, de 3. En daar komt dan de 5. Nee, het was dus die nummer 8 die er ver voor lag. Danny Boy. Die lijkt wel mee te kunnen doen aan de echte rennen, als we dat zo zagen. Maar in ieder geval met Naomi Verheij een sterke winnaar. Het wachten is op de winnaar. Ze hebben natuurlijk allemaal een schitterende race gelopen. Het zijn al stuk voor stuk prachtige ponies. Maar er was er nog maar één de beste. En we ontvangen hier een hele trotse vader, Davy zo te zien. Over één en een geweldige winnaar, nummer 8, Danny Boy, Naomi Verheij. Zij winnen de koffietent Duindichtprijs. Voor de ponydraverij in Rukken, twee cameraploeg uit. De firma Faber voor u thuis. En op dit moment worden door Yvonne Teunissen, de meenorganisatrice, de bloemen uitgereikt aan Naomi Verheij, de trotse winnares. En is ook Hart van Nederland erbij, SBS6 in het bijzonder. En die beelden die gaan we ook later terugkijken. Goed dat ze er allemaal zijn om onze sport eens onder de aandacht te brengen. En nogmaals een heel bijzonder woord van dank aan alle organisatoren van deze ongelooflijk leuke ponyraces op Duindicht. En we gaan deelnemers, Défilé. Zo dadelijk nog een keer in actie zien. Over enkele ogenblikken zal toch echt de start vallen. En dat is nu. Ze zijn onderweg, de deelnemers aan de Soulmate Nutrition Prijs. En we gaan eens even kijken. In de oranje kleuren is het, denk ik, Kashmir die de leiding heeft genomen. En die neemt het veld serieus op sleeptouw. We kijken eens even naar die twee deelnemers die meters moesten geven. Met spoed een arts bij de start van de ponyrennen. Met spoed een arts bij de start van de ponyrennen. We hebben inderdaad een gewonde aan de start. Dus de arts is inmiddels onderweg. En we zijn inmiddels door de bocht op weg naar de rechterlijn. De laatste rechterlijn van Duindicht. 600 meter lang in de Soulmate Nutrition Prijs. En de hulptroepen zijn inmiddels op weg naar de start. En we gaan eens even kijken wie er zo dadelijk in de rechte lijn komen. Ja, dat betekent dat de hulptroepen wegvallen. Dat het ook wat moeilijker wordt om te zien. Maar Lana Vroegop ligt er ook goed bij. Isa Kenbeek, Tomar Mobach, Jeanne Verheijden en Gemma Kageland. Die proberen het. Maar daar komen ook Naomi Verheij en Talita van der Harst staan. Met hun snelle pony Summerwind en Metropol. Metropol met de grote witte snuit. Die komt nu nader en nader. En heeft hier ook de nodige fans hier aan de start staan. U hoort het op de achtergrond. Maar vooralsnog lijkt Naomi Verheijden vandoor te zijn met Summerwind. En die moet dan eerst nog maar eens even achterhaald gaan worden. En we gaan op weg naar de laatste meters. En er komen nog meer deelnemers aan. Prachtig spannende koers. Maar het is Summerwind aan de leiding. Daar komt aan de buitenzijde Metropol. En daartussendoor ook nog in de wit met rode kleuren. Een mogelijk Noblesse. En die komt dan met grote stappen naar voren. Nummer 8. Nadia, maar de 14 op de meters. De winnaar. De 14, de 8, de 7 en de 13. Dat is een mooie strijd. Allemaal zijn ze blij. De eerste 4. En daar komt ook de hele rest. En laten we dan hopen dat er aan de start niet iets heel ernstigs is gebeurd. We houden u op de hoogte. Fantastisch gedaan met Noblesse en was daar ook ongelooflijk blij mee. Geldt ook voor Nadia met Sylvia Sneekers. Beiden waren in topvorm. Heel mooi gestreden Summerwind, maar uiteindelijk kwam Talita als beste van allemaal naar voren. Zij wint het met Metropol. Uw applaus. Start over 12 minuten. Het incident, of misschien moeten we zeggen accident, aan de ponystart was niet al te ernstig. En dat betekent dat we gewoon de 12 minuten band hebben gestart. De start van de volgende koers, de tiende koers, is over 12 minuten. En daar is ook onze sponsor Yvonne Emmerich namens Soulmate Nutrition. En zij feliciteert Talita van der Harst.
dochter van de jarige Theo de Boer had haar met instructies op pad gestuurd. Ze heeft ze goed opgevolgd en uiteindelijk als een volwaardig jockey naar de winst gereden. En een schitterende zierdeken die wordt op dit moment omgehangen bij deze winnaar. En daar is de winnende jockey Talita fantastisch gereden. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. Hé, hey, luister eens, je schijnt er heel veel voor te doen, hè, voor de pony, of niet? Ja, ik kom iedere ochtend met mijn moeder om 6 uur mee naar stal en dan gaan we trainen. Hoe ziet zo'n training er dan uit? Hoe lang ga je dan rijden en hoe hard? We gaan gewoon rustig aan en dan doen we ongeveer 1,5 draf en 2 banen galop. Ja, als ik jou zo hoor praten, hè, dan is dat wel wat je wil worden, jockey later, of niet? Ja. 100% zeker? Ja, dat denk ik wel. Een beetje leren erbij, dan kan het helemaal niet misgaan. Start over 10 minuten. Je vader is jarig, hè? Dat was het mooiste verjaardagscadeau wat je hem kon geven. Ja, dit was ook de bedoeling. Hey, lieverd, geniet van je mooie dag. Bedankt. Talita van Aars, dames en heren, ze heeft het heel knap gedaan met Metropol.